Oké, we gaan beginnen. Ik ben natuurlijk in Amsterdam geboren, zoals je weet. Maar ben ik thuis of in het ziekenhuis geboren? En in het ziekenhuis, zo ja, welke? Ik denk in het ziekenhuis. En ik heb echt geen idee welk ziekenhuis. Dus dan ga ik voor het VU. Maar ik weet nee, ligt in West. Ligt in West, ja. Ik zei net al, ik denk dat ik wel weet welk ziekenhuis. Als het in West is. Maar ik kan niet op de naam komen. Slotervaart ziekenhuis. Ja, laatst nog langs gereden met je. Maar... Bij welke club speelde ik voordat ik naar Ajax ging? Ja. Het is op een punch van mijn tong. Begin met de A, ook. ASV. Nee, AFC 34. Ja. Dat zei ik toch? ASV, zeg je. Nee. Nee, dat is niet goed, kio. Oké, ga verder. Ja, dan is het nog wel. AFC is AFC Amsterdam. AFC 34 is weer een andere club. Oh, waar of niet waar? Ik ben nog nooit weggestuurd bij een training. Niet waar. Ja, ze zijn samen nog een keer weggestuurd, dus... Ja, dat klopt. Ja, ik ben een aantal keer weggestuurd van een training, ja. Ik kan natuurlijk aardig keepen, maar welk voetbalaspect beheers ik totaal niet? Koppen. Nee, klopt niet. Ja, dat bedoel ik, man. 2 jaar geleden nog gescoord bij het Nederlands elftal met mijn hoofd. Ja, per ongeluk. Nee. Ja, ik heb ook per ongeluk gescoord. Ik moet ook eerlijk zeggen. Ik heb ook per ongeluk gescoord met mijn hoofd. Maar nee, ik kan ook niet koppen. Ik kan eerlijk gezegd ook niet echt ergens opkomen wat ik nu niet beheers. Ja. Nou. Eerlijk gewoon. Nee, man, ik zeg niks. Koppen. Nou ja, koppen kan ik aardig, dus dat is niet waar. Waar of niet waar? Stiekem vind ik muziek van André Hazes best wel leuk. Dat is waar. Ja, dat klopt zeker. Waar of niet waar, ik ben heel populair bij de vrouwen. Vriendschap echt verbroken, dus ja. Je bent, laat me het zeggen, je bent gewoon gewild, alleen je doet er niet veel mee. Ja, wat kan ik hierop zeggen? Ik hou het neutraal, ik ga niks zeggen. Wat is mijn vervelendste eigenschap? Dat je altijd te laat komt. Vaak te laat komt. Hè? Ja, nou, bij mij in ieder geval. Ik weet niet hoe de andere zit, maar... Ik kom nooit later voor training of iets. Oké, ik geef het nog een kans. Even denken, wat is je vervelendste eigenschap? Maar ik kan echt niet... ik irriteer me eraan vaak of je moet wachten, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Oké, maar dan moet je zelf nu zeggen wat je vervelendste eigenschap is. Ja. Ik denk gewoon... Oké, wacht, je hebt altijd een weerwoord. Gewoon altijd het laatste woord willen hebben. Ja, oké, dat kan ik ook wel. Ik ben 1 keer te laat gekomen. Waar of niet waar, toen wij afgelopen zomer... Niet lachen, joh. Waar of niet waar, toen wij afgelopen zomer op Open Air Festival waren, heb ik alleen maar water gedronken. Wij of jij? Ik. Nee, man. Ja, het is echt waar. Ik was met de auto. Ik wist ook dat ze deze fout zou hebben. Niet gedronken. Nooit drinken als je met de auto bent. Ja. Oké, welke speler was vroeger mijn grote voorbeeld? Dit ga je niet weten, ik zeg je eerlijk. Robinho. Nee, ik geef hem nog 2 kansjes. Tjus. Vroeger. Zo. Dan ga ik dit, denk ik. Hoe lang geleden? 2004 zo, 5. Ronaldinho? Nee man, Man U was het. Ja, 2000, Cristiano gewoon toen al. Nee man. Wie dat? Rooney. Ja man. Niemand Rooney. In deze hele zaal had dit geraden, dus ik... Jawel, maar Rooney man. Waar kun je mij 's nachts voor wakker maken? Cliché, denk ik. Normaal. Oké, wacht. Mooie show. Ik ga niet snappen wakker maken. Ah!
issues. Nee, maar ik kom er niet op. Als we wat kan maken. Ben ik nu verplicht te antwoorden wat het is? Seks. Ja, dat is het eerste wat er in me opkomt. Nee, man. Echt? Tuurlijk. Okay. Laatste vraag. Ik krijg voor ook, hoor. Wat kies ik? Nooit meer seks of nooit meer voetbal? Nooit meer voetbal, man. Nooit meer voetbal. Geen liefhebber gewoon. Dat is toch wat ik denk, man. Echt een moeilijke. Nooit meer voetbal, dat weet je zelf ook. Ik kan gewoon gaan werken en gewoon de hele dag. Ja. Of nooit meer, maar je voetbalt. Ja, ik vind het echt moeilijk. Ik weet het niet. Helaas, deze man. Dus jij zegt nooit meer. Nee, jij zegt nooit meer voetbal. Ja, dan ga ik gewoon werken gewoon. Denk je? Ja, daar ga ik ook over dat inderdaad. Ja. Oké, dat was goed. Top, bedankt. Even kijken. Waar of niet waar? Ik was vroeger tot mijn oren verliefd op Britney Spears. Ik ben zelfs een keertje bij haar in de kleedkamer geweest.